En men geeft Europa van veel dingen de schuld. Of dat nou dat stomme beperkingen zijn op hoe groot de omvang van het condoom moet zijn of hoe krom de bananen zijn. Men vindt dat allemaal meddling en interference en men vindt dat Europa zich daar niet mee moet bemoeien. Dat gaat al heel lang terug. Hè? Maar dat ging eigenlijk al terug naar de tijd van Macmillan en toen Ted Heath. 75 is toen naar de Gaulle gegaan en gesmeekt mogen wij lid worden van de Europese Unie. Terwijl ze alle aanwijzingen hadden dat ze zouden gaan. Dat was een keurige meneer. En die kreeg gewoon nee op het request. Later zijn ze natuurlijk weer wel ingekomen. En dat was voor die generatie politici, dus van Macmillan tot hier later. Dat zit helemaal in, ook in de politieke dingen. Ze waren er niet bij betrokken bij het ontwerp van Europa. Kijk, Nederland was betrokken bij, als een van de grondleggers van de Europese Unie. Monet was dat, Schuman was dat. Maar er zat geen Brit bij. Uiteindelijk had je daar conferenties en dat waren eigenlijk alleen maar regeringsleiders. Maar de Britten stuurden een of andere lage ambtenaar. Die vervolgens ook halverwege de vergaderingen vertrok. Ze zeggen, aju, ik heb het al gezien, ik zie er niks in. Dus de Britten hebben nog steeds het gevoel, wij worden ons iets opgelegd dat we eigenlijk niet willen hebben. Nu is het tegelijkertijd ook wel zo dat Europa voor Engeland de grootste handelspartner is. Het is een enorme markt. De oude Commonwealth is niet meer zo groot. Politiek bezien heeft, zoals Obama terecht zegt, Engeland eigenlijk alleen maar echte invloed en echte macht als het ook Europa in beweging kan krijgen, continentale Europa. Dus eigenlijk beseffen de politieke machtshebbers zoals Cameron, het gaat natuurlijk eigenlijk om een machtsstrijd binnen de Conservative Party. Dus Cameron zelf die zegt, ja, wij moeten in Europa blijven, vind ik ook overigens. Want dan kan je meespreken, dan heb je economische macht. En in je eentje, dan wordt het allemaal wel minder. Daartegenover staan mensen als zijn grote opponent. Het is een soort Shakespeareaans drama. Boris Johnson, een heel intelligente man, een enorme populistische man. Ze komen allebei van de chicste school van Engeland, Eton. Dat is bizar eigenlijk, kan je eigenlijk niet voorstellen. Dus enorme mensen met een enorme bevoorrecht familieachtergrond. Ja, maar Boris is tegen. Dus natuurlijk, feitelijk is dat tegelijkertijd ook een soort machtsstrijd voor hem. Want als Engeland nee stemt, dus de Brexit, als ze eruit gaan, dan is hij natuurlijk de voor de meeste hand liggende opvolger van Cameron. Dus en Boris Johnson is altijd een gokker geweest. En hij heeft ook een beetje de lach aan zijn hand. En hij wordt nog een beetje als een outsider gezien. Hij wordt een beetje gezien als een maverick. Hij wordt een beetje gezien als iemand die een beetje reuring kan veroorzaken. En ook het oude trots, de trots van de Britten terug kan brengen. En hij voert natuurlijk met name het argument van de City van Londen. Die moet natuurlijk niet gekortwiekt worden door die Franse en Duitse bureaucraten. Dus die voeren dat. Nou, hoe het sentiment nu is onder de mensen, het is net een kleine meerderheid. Het is een beetje 50-50, maar een beetje meer voor degenen die erin willen blijven dan eruit gaan. Men helpt niet de regering door rapporten in het leven te roepen van ja, u gaat £4000 per jaar erop achteruit. Als we eruit gaan, dit en dat, dat heeft de minister van Financiën gedaan, George Osborne. Maar ja, uiteindelijk denk ik dat de argumenten ervoor erin te blijven wel eens net zo groot kunnen zijn als net zo met Schotland toen de tijd. Maar het zal kielen zijn. Het is best een spannende tijd. De argumenten voor zijn economisch, de argumenten tegen zijn sentiment? De argumenten voor zijn economisch voor in termen van werkgelegenheid, vrijhandel en dergelijke. Maar ook toch wel dat als je eruit zou stappen, kan je natuurlijk een hele hoop van die vrijhandelszones weer opnieuw uit onderhandelen. Maar daar ben je jaren mee bezig. Dat zijn allemaal verloren tijd. Het leidt enorm veel onzekerheid. Dus een hele hoop bedrijven zeggen, weet je wat, dan gaan wij ons hoofdkantoor niet zetten op. Dan gaan wij niet onze bedrijven zetten. Of een hoop van die banken zeggen, nou, het kan best zijn, laat ze eerst dat alles maar eens uitzoeken en dan gaan we misschien daar zitten. Dus eigenlijk is het economisch argument, maar uiteindelijk is het ook door pragmatische argumenten ingegeven. Want je zou het kunnen regelen buiten Europa, daar is niks mis mee. Dat zien we ook in andere landen in Europa die niet in de lid van de Europese Unie zijn. Maar dan moet je alles opnieuw uit onderhandelen en dat is gewoon een enorme gedoe.